Hoi, ik ben Lize en dit is mijn moeder Petra. Vorig jaar hielp ik haar de winter door, maar dit jaar helpt ze jullie. Ze geeft antwoord op je brieven met vragen en vindt een oplossing voor je pakketjes met problemen. Dit is Post voor Petra. Ik ben Lize, dit is... Petra. Wat hebben we dit keer gedaan? Moest een brief voorlezen. Ja, we hebben weer post. Goed, dat is leuk. Even kijken. Lieve Petra, mijn vraag is, zou u mij niet eens een avond willen bemoederen? Groet, Ronald... Wat? Ronald Gippard? Jeetje. En ik was helemaal blij, ook geschrokken. Even samengevat. Ja. Hij komt dus hier straks om 5 uur. Ja. En dan moet ik hem bemoederen. Ja. Ja, hij is zijn moeder vroeg verloren. Veel te vroeg. Omhelzen als hij binnenkomt. Dag Ronald. Hallo. En dan een drankje geven. Kan ik hiermee verblijden? Ja. Dat moet goed zijn, hè? En dan op de bank zitten. En vragen hoe de dag verlopen is. Goed gegaan vandaag? Het is heel goed gegaan. Oké. Ja. Ja, het was toch moeilijk. En toen? Ja, toen van de een kwam het ander. En, toen staat jullie deze seizoen in. Nee. Je hebt even met hem gekletst en hij wou niet kouwen. En Ronald heeft nog niks van de... Maar weet je wat ik heb... Omdat hij zei, dat geeft zo'n geluid. En dat vind ik niet prettig. Zo erg. Ik kan hem niet tegen. Ik kan hem ook echt niet tegen. Oh, vreselijk. Maar ben je niet blij dat je dochter heel gezond is? Nou, ja. En toen? Toen zijn we gaan eten. Proost. Op een gegeven moment heeft hij nog verteld over zijn eigen moeder. Nou, dat weet ik niet meer. Nou, het verhaal ging zo. Mijn moeder is het enige Kamerlid geweest dat ooit tijdens zo'n vergadering... Het wordt kut genoemd. Het ging over zigeunervrouwen die het land uitgezet moesten worden. Toen werden hun vaginaal getoucheerd om te kijken of ze daar hun paspoorten verstopt hadden. Ja. Nee, mijn moeder zei van, denk nou één van jullie mannen dat het mogelijk is om 10 paspoorten in kut te steken. Maar het woord was wel op zijn plek. Ja. Want als ze daar had gezegd fibromusculaire buis. En toen hij naar huis ging? Ja, dat ging al goed. Ik heb zijn sjaal omgedaan. En voorzichtig, hè, onderweg. Ja. Wat voor cijfer geef je jezelf in het bemoederen? Nou, -4. Hey, hoi. Stuur die jongen nou zo jasloos de deur uit. Och, Ronald's jas. Ja. Maar hij had helemaal geen jas aan, weet je wel? Nee. Ik denk dat we genoeg Ronald besproken hebben en dat het tijd is voor een paar... sinaasappels. Brieven! Of voor een jas. Hoi Petra, waar zou jij je dochter mee naartoe nemen? Wat vind jij nou leuk? Katten vind ik leuk. Oh ja, naar het schuthok. Katten kijken. Ja. Lieve Petra, wat moet je niet doen na een glaasje of 4? Liefst Natasja Ari. Nou, je moet niet meer gaan denken dat je rechts moet lopen. Nee. Ja, en ook niet in de auto stappen. Nee, niet in de auto stappen. Ja. Hoe oud kunnen vogels worden? Arjan Lubach, lieve help. Ik zou het niet weten. De gok is wat. Ja, dat hangt helemaal van het vogeltype af. Ja, want grote witte vogels, die... Nee, ik weet niet hoe oud meeuwen worden. Ik weet niet hoe oud duiven worden. Maar wel van welke vogel heb je wel een idee? Nou, ja, een parkietje. Die kan geloof ik een jaar of... Het zou me zeer deugd doen als jij moeder wordt. Ja, denk je dat dat een verstandig idee is? Nee, nu niet. Nee! Dat je hem in de auto laat zitten terwijl de zon schijnt. Oh.